bescherming tegen straling. Nou, straks kun je uitleggen hoe je verantwoord zeg maar kan omgaan met straling. Door bijvoorbeeld kort te werken met radioactieve stof, grote afstand te hebben en goed beschermende kleding aan te hebben. Veiligheidsmaatregelen. Bij het maken van een röntgenfoto zijn de risico's niet zo groot. Dus voor een tandarts is het risico niet zo groot. Maar als je er heel veel maakt, weer wel. Dus dan gaat die steeds per foto toch even weg. Als je regelmatig wordt blootgesteld aan straling, dan moet je dus veiligheidsmaatregelen gaan nemen. Wat gebeurt er anders? We zien hier straling aankomen en het DNA veranderen. En als je DNA verandert, kun je kanker krijgen of ongezonde kinderen krijgen. Dus die ioniserende straling, dat kan dus röntgen of gammastraling zijn. Die dringt door de huid heen en kan DNA beschadigen. UV is ook licht ioniserend trouwens. En je kunt veiliger met de stoffen omgaan door na korte tijd blootgesteld te worden. Bij bijvoorbeeld een röntgenfoto. Een grote afstand te nemen. En je lichaam te beschermen met bijvoorbeeld een lode plaat. Nou, wat we hier zien is een echo van een ongeboren kindje. Sommigen denken dat is een röntgenfoto, maar dan zou het schadelijk zijn. Dit is dus ultrasoon geluid, wat ervoor zorgt dat je een beeld krijgt, maar geen röntgenstraling. Nu gaan we eens naar binnen, bij een kerncentrale. En je ziet hier microsievert. Sievert wordt ook gebruikt als eenheid van straling. Nou, je hebt alpha, beta en gamma straling. Dan kun je een meter instellen. We staan nu op beta straling. En voordat je naar binnen gaat, moet je uiteraard een pak aan dat goed beschermt. Bijvoorbeeld met lood erin, een loodzwaar pak. Een dosismeter moet je dragen. Dat is een instrumentje dat de geabsorbeerde dosis straling weergeeft. En dan staan er verschillende bakjes. Plutoniumisotoop, uranium, jood. Laten we eens plutonium pakken. Nou, wat staat er allemaal op het potje, zeg maar? De halfwaardetijd is 24.000 jaar. Dus kijken we na 24.000 jaar, dan hebben we nog steeds de helft van de straling over. En na 48.000 jaar, weer de helft daarvan, 25%. Nou, plutonium, dat ontstaat in kerncentrales onder andere. En in speciale fabrieken kunnen ze dat afval verwerken, plutonium eruit halen en dat gebruiken voor kernwapens bijvoorbeeld. Dat is het einde van de les.